Willem-Alexander verrast bemanning marineschip. De koning vertrekt later deze week met Maxima naar Sint Maarten. En vandaag deed hij alvast wat voorbereidend werk voor die reis. Willem-Alexander bezocht in Den Helder de Karel Doorman. Het ondersteuningsschip van de marine is net een paar dagen terug uit Sint Maarten, waar het na de verwoestende orkaan Irma begin september tonnen aan hulpgoederen naartoe heeft gebracht. Aan boord sprak de koning in uniform met bemanningsleden over hun inzet en over hun ervaringen in het gebied. Ze brachten niet alleen goederen er naartoe, maar ze hielpen ook met opruimen, ze beveiligden en ze assisteerden de kustwacht. Het koninklijke werkbezoek werd op prijs gesteld. Het is een blijk van waardering. De koning die is natuurlijk ook een druk iemand. En hij maakt tijd vrij om bij ons op bezoek te komen. Om ons te vertellen van, hoe hij het waardeert, het werk wat wij hebben gedaan. En dat is voor ons een goede pluim. De koning heeft natuurlijk van qua historie natuurlijk, door zijn eigen diensttijd bij de marine altijd al een interesse in de marine. Maar nu voor de bemanning van de Karel Doorman en anderen die zijn ingezet bij Sint Maarten, was het natuurlijk extra belangrijk dat er waardering en aandacht is voor de taak die ze daar hebben verricht. En hij was oprecht geïnteresseerd en hij was ook zeer goed geïnformeerd. En zijn manier van spreken was heel informeel. En hij vroeg ook door en hij was, je merkt gewoon dat hij het echt leuk vindt om hier te zijn. Dit is zijn thuisbasis. Stiekem is hij gewoon een van ons. Dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Koning Willem-Alexander vertrekt donderdag richting het Caribisch gebied samen met Maxima en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. Ze gaan eerst naar Sint Eustatius toe en naar Saba. En de laatste dag, de zaterdag, staat het bezoek in het teken van de wederopbouw op Sint Maarten.